Van harte, goedemiddag. We zijn er weer, DTV Live, vanuit deze locatie. We gaan met Niwara, we kennen hem als Nankusing, praten over de politieke ontwikkeling in ons land. We nemen mee IMF, we nemen zeker wel mee de koers, want die stijgt met het uur. Want vroeger had je van, het stijgt met de dag, met de week, maar het stijgt met het uur. Dat merken wij nu op. We zijn op naar 39 voor de euro en voor de US dollar gaan we op naar de 37. En je vraagt je af, wat gebeurt er allemaal in Suriname? Benzineprijs wordt ook makkelijk verhoogd en mensen zitten ermee. Hoe kijkt hij als een kritische politicus naar deze ontwikkeling in Suriname? Meneer Nankusing, dank je wel. Want met belly om Melisi, dan zeg je van, ik ben niet mediageel, ik wil niet praten. Maar je snapt dat ik overhaal je altijd. Dat klopt, Jara. Dat klopt. Een van de weinigen. En je weet, als jij bent een journalist, je bent geen onderzoeksjournalist. Maar soms breng je heel veel zaken. En Milo van je Tjaren, dat is één. Twee, soms interview je ook mensen die eigenlijk... Laat me het zo zeggen. Ik interview je maar. Ja, nee. Zo. Een zekere Redman, no? Of nee, geen Redman, die meneer Aburuburu Aridima Peppi, die het natie voor de gek houdt en zo goedkoop de natie wil verkopen, omdat hij wat pocketgeld krijgt van een paar grappenmakers bij de VAP. Wanneer je zegt dat je voor de natie opkomt, dan moet je een beetje ook je eigen ik. Weet je, je moet ook aan je mensen denken. Niet wanneer je het goed hebt en wat kruimel krijgt om nonsens te praten. En het volk die al zoveel leed en geleden heeft, onomus voor het volk voor de gek. De volk wordt bewuster. Men leest ook veel, heb ik opgemerkt. Ik heb het vaker op mijn live gezegd. Ga jullie veel wetten lezen. Ga jullie lezen. Dat de regeringen komen en gaan. Soms moet je ook jezelf in de spiegel kijken. Zijn wij ook niet fout? Stemmen we met ons hart? Stemmen we met Aimi Lobama? Wel, in afloop mee. Maar loop aan maar denk je, toch? En ik weet dat iedereen politiek moe is. Men wil niets van politiek kus weten, men wil van niemand weten. En ik heb het altijd gezegd, Jarre, ook aan jou. Ik zal de waarheid blijven brengen. En al die leugens, die aantal DNA-leden zitten te verkondigen. En nog steeds hun familieboek en hun hele stamboom nog in de staat willen zetten. Waar er zoveel werk buiten is. En... Je ziet zelf, ik heb een aantal dingen aangegeven, alles komt uit. Ja, maar u sprak over, tenminste, u heeft iets gelanceerd, ik weet niet als u het bent hoor, ik geloof van wel, over meneer Yogi. Ja, meneer Yogi is namens de VAP echt nu bezig in Nikeri, maar er gebeuren andere dingen waar hij natuurlijk ontkent, de Kamano Sabatori. Bijvoorbeeld het accommoderen van een schoondochter, denk ik nog. Hij geeft aan dat het niet waar is, maar Jubos, Atori ergens. Als hij niet waar is, moet u kijken wanneer die schoondochter gaat trouwen. Dan kan dat troon ook trouwen door. Maar als de schoondochter ook trouwen. Wat het ergste is. Amma potuan sranamata. Maar dat is maar de vanaf 22 in dienst. Dat is de abigin roko, denk ik. En als ik mo niet terugwerkende kracht. Gerald, je ook zo trana. Dan kan ik zo'n 5 of 8000 SRD. Dus als ik in handen, gewoon... Want Bartje doet zo'n zoveel. Ze aan een rokofing. Is dat toch? Dat is mijn look op bepaalde sani voor bepaalde. Maar er is veel hoor. Maar is dat? De mijn jans binnen aan mijn life. Mijn breedte gieter. Want sani te lui. En mensen moeten kritisch naar dat soort dingen kijken. Die man probeert zijn hele stamboom. Voor mij, een baby is geboren. Het is van schoondochter. Een man potiek bij dat petak ook go. Dat is nog niet erg. Hij accommodeert alleen mensen. Toch van Nikeri, nu is hij geweldig in Nikeri. Die man loopt met het hele kaart van Nikeri wat grondvrij is. Die man is op één ding na, zijn familie en hoeveel grond hij wil bezitten. Daarom vind je een grondtoriet. Conversie. En dan zomaar. Ik zeg dat je nog begint een conversie naar 300, naar 1000, naar 5000 vierkante meter. Zeg maar hectare. En die kapotina wet, als je op een begin gebouw hebt, op een ondernemer, een man mag bij grond in eigendom. Waarom praten ze niet daarover? Maar nee, het gaat om eigen ding, eigen belang. En een paar vriendenbelang en een paar grappenmakers die en die. Die mij doen lekker moko. Kom, ik kan het niet aan, want ik kan het niet aan. Die mij maken lekker moko.
Dat is slim van me komen, ik kras die man. Precies zo doen ze. En ik heb het gezegd, alle leden, of die henna, of op elke partij. Alle partijen hebben goede mensen. Ik blijf het zeggen. Maar die mannen als Yogi, Aziz Gayadin en al die grappenmakers. Zijn alleen maar grappenmakers. Mij moeten ze komen wat zeggen. Mij moeten ze wat zeggen. Isabita, wie zou dat niet maar zo goed? Het heeft te maken met ze toch, want ze hebben bepaalde posities binnen onze samenleving. Ze hebben 10, 20, 30 posities in deze samenleving. Waar de jeugdige, wij noemen de jongeren van morgen, universiteit afgestudeerd zijn. Ga kijken waar ze gaan, Sint Maarten, Sint Lucia. Ze zijn moe! Zelfs verpleegsters en doktoren. Ga kijken wat ik al een jaar terug aangeef. Ga kijken wat academici, Sint Vincent ziekenhuis, het ziekenhuis, wat er gaat gebeuren. Gaan we Filipijnen gaan importeren? Ik heb me ook laten vertellen dat ik ingenieur zeg, ik ook toe naar IBS en naar de trapperisie. Ik help ze. Ik heb zelfs 3 weggestuurd naar Aruba. Ga kijken. Die laatste trip. Ga kijken hoe wie wordt leeg. Ik ga ze allemaal naar Aruba en Bonaire sturen. Er is werkstaat. Ik ben in die wereld. Ik zit op een groep van ingenieurs toch. I know what I'm talking about. Weet je? En ik ga ze allemaal wegsturen. Want ze zijn echt... Maar ze gaan echt niet... Die criminelen die daar zitten... En dan heb je minister van OW... Die legt uit, ook van mij... Half afgestudeerd. Die ga kijken hoe een weg wordt gemaakt. Die man kan niet eens kijken... Ik weet niet wat weg daar op highway. Na 9 maanden ga je weg belenen. Dan heb je look van passeer. Je begint dansland bij dat op highway. Kijk hoe lang terug. En het is staatsgeld, is onze natiegeld. Ga kijken. Telefoonkanaal. Ook zelf de rommel. Maar je mag niet praten hoor. En je hebt ingenieurs daar toch? Die ze betalen. Je herinnert je opposant met mijn taxam nog attackeren. Maar goed. Ik kan volk op je ei. Want de karmi om mijn zand, die kost niet op mijn life. Is dat niet toch? Maar alles is uitgekomen wat ik heb gezegd. Laat ze naar die pees die ze gehackt hebben. Laat ze naar mijn oude lijf. Die doen mijn potoan zeggen, ja, zij nou spreekt Parmeester aan. Voor EBS. Hij kreeg ook 4 salarissen. Is dat niet toch? Nou, maar karma. Is dat niet toch? Ik zie geen van zijn leven toch? Ja. Kijk hoe ze weggaan. Of de bron. Of de perego. Is dat niet toch? Dus, het wordt moeilijk. Ja, zegt, het wordt moeilijk. Ik kan me nog heugen, we waren in een gesprek, inmiddels af naar december, OBD. En toen zei u mij, Gerald, akkoers, bribimi, al krepsa 30. Ik dacht bij mezelf, oké, waarover praat meneer Nankosi? En vandaag zien we een koers van bijna naar de 40. Als je maar eerst van de live, na december heb ik het gezegd. Ik zeg, officieel nu, richting 47, 40. Tot 50. Schrijf wat ik je zeg. De koers. De koers. Maar dat is nog niet zo erg. Deze regering weet geen beleid. Nu is de douanekoers, ik denk, iets van 35 of 34 niet. Dus de regering werkt mee aan de centrale bank. Ze moeten me niet komen zeggen, ja, dan heb je een zekere amma voor jou. Koers negocio. Koers naar beleid. Alles aan zijn doelen. Iemand gaat staan, je bent een activist, je carry activist, je poeru. Zijn je alternatief? Zijn je beleid? Dat iemand legt een volk uit. Mij wil logo protesteren, ja. Maar wie hebben we dadelijk? Is er een beleid gemaakt op gezondheid? Is er een beleid gemaakt op onderwijs? Er is nog geen beleid. Iedereen wil gaan protesteren. Voor wat? Voor show. Give me strefi. En nu gaat het. Ik ben ondernemer, ik heb nieuwe schade. Met mij en mijn familie ongeveer 6 ton dollar. Mijn familie zei, hey jongen, liba sanjara. Weet je, ik kom uit een familie die ondernemers zijn. Dat weet je, Gerald. Ja. Isabito, die is nou een maand met jou toe. Isabito. Weet takkie, het gaat niet goed. Mensen hebben geen eten. En dan heb je een zekere grappenmaker, als ik het mag zeggen hoor. Die man is muzikant. Die man zit de hele dag bij ROGB. Pina's nog een famane. Dat we op geen school toe, of op geen douane, of op geen ambtenaar, normaal bouw, 3 appartementen, dan gaan we ook voor bijna 2 ton euro. En dat boor, want meneer, hij loopt boren, die nota van zwijg minister. Die zegt ook ze te verrijken. Ze moeten mij voorbrengen. Ik heb toch een voice van haar, waar ze geld vraagt. Isabita, laat ze mij komen vertellen. En dat kweek je corruptelingen. Ik doe aangifte
tegen een landmeter. En die landmeter zit nog steeds daar te frommelen. En je accepteert het. En dan komt een voorzitter van een ABAP komen uitleggen. Begin bij jezelf, bij die corruptelingen die je daar hebt op ROGB. Kan toch niet? Dat je ambtenaar nog maar bouwen. Also, dat tago aksa grong. Dan mij tik a grong van je ambtenaar. Hij tik a ching grong. En dat heeft Amano Takna Rustani of de Surinaamse. Amai doen aan Alaman. Die man, ik noem het afpersen. Van kleine mensen, 5000 euro, 2000 euro. Gaan we zo om met elkaar? Dan zeg je van, mijn partij naar Maron partij. Hij pers ook Marons af. En je mag het niet zeggen. Je mag het niet zeggen. Wat kan gedaan worden tegen zo iemand? Ik weet niet hoe... Allemaal afsluiten onderzoeken. Die meneer moet komen vertellen waar je in één jaar zoveel geld... Hoe ben je gekomen met geld om zulke 3 appartementen... Hoe kom je met geld om zo'n huis te bouwen? Hoe kom je met geld om zo'n auto te kopen, cash? Allemaal sluit ik ze op. Maar ja... Als je naar PG schrijft en de inlichting is, weet alles. Op Chimpotima staat de inlichting, zij verdient 9000. Aan mijn tijd, mijn naam is Luko Djaio. Van mijn man kan in een jaar aan mijn psychie of zo, jongen. Luko aan mijn 28 stikten aan mijn zedengro, jongen. We onderzoek, we tjara sango atoreid kiri, jongen. 600.000 mensen. We moesten allemaal sheikh zijn. Op een bepaalde manier gezegd. Wij moesten juist mensen importeren als Dubai om voor ons te werken. En wij moeten op eigenlijk kantoren zitten, alles begeleiden. Maar gaat dat lukken ooit? Als ik nog een koers heb gekregen naar mijn sigara, dan moet ik ook chemisch refereren. Maar tegenwoordig is het spannend, want ik weet niet hoe ik morgen mijn poedersje moet verkopen en mijn blikjes waren. Ik heb nu 6 containers op de haven. Mijn klaar, mijn failliet baka. Daarover gesproken, hè? Fai go dan a serie, want mensen kopen nu echt selectief, hè. If you know, was dat echt van nodu. Bijna in een wanbaai. Was op voor 12 kilo, sa mi bese frey frey, was ma voor flora sa be bai. Frey frey! Amai bai 200 gram soppen nu, hè. Want amai na ba money van 2,5 kilo, hè. Dat is de situatie. Mensen willen nu doperten geen grote blikken kopen. Maar in Ankoes, je kunt geen kleinere blikken laten halen, want het is nog 16 of 18 gulden. Als man hebben 60 gulden bij een biggie blik. Beleid van regering. Je moet met je douanekoers beginnen, dan gaat alles omlaag. Schaf een paar OB wordt betaald op poeders, BTW nu. Vroeger betaalden we geen OB erop. Nu moet je gewoon 10% BTW betalen. Gaat alles nog stijgen en we geven de importeurs de schuld. Ja, we gaan verdienen met BTW, maar volk is dit. Want voor bepaalde mensen, die betting, betaal je geen BTW. Ik vind dat geen mis, dat moet je eens betalen. Als je wil gaan gokken, ga gokken. Maar op een aantal producten die libis maar bij LAD, denk bij BTW. En dat kan toch, man. Zijn bang if you go in bij BTW. Het is puur nonsens. Maar dan span, wie is er aan komen? We zijn bezig. We zijn bezig. Ja. Gesproken over de koers, hè. U zegt, het gaat zeker naar 50. Klopt. Maar hoe gaan we dat handelen? Nu al, ik bedoel een interview laatst met Tegris Mataki. Ik was bij een carcenter. Ik om mijn trek in voor Fusma Sanomapai. Laat van carcenter. Weet je wat ik zo erg vind? Deze regering, we hebben niets van huizenbouw gezien. Weet u wat er gebeurt? Ik ook verhuur ook huizen. Mijn 3 dozen voor dozen SRD. Weet je wat de hele dag mensen me bellen? Mijn naam cousin, hebt u te huis? Weet je wat die eigenaren? En daar moet de regering wat aan doen. Ja, maar hij is gewoon dat nominator heb je een paar jaar 300 euro, jong. Een paar jaar 200 euro, jong. Per asma, we verdienen euro, no? Per asma of niet, dat zijn aan die verhuurders toch. Daarna ati. En de regering doet niets. Er is toch een wet daar? Hoe kan je een woning verhuren? In Suriname, en onze munteenheid is SRD. Maar hier alles zijn SRD, maar doe alles zijn SRD. De access maar gewoon 300 euro, want ik vind dat ja, naar je stem via PU stem dat. Wat heeft de persoon daarmee te maken? Ja. Hoor die beleid, maar de regering beleid doet niets. Sociale zaken doet niets. Je kan nu, je kan naar 1800 SRD. Zijn naar 1800 SRD. Met je 1800 SRD, ja, no, ja, dan kom je naar een supermarkt. Oh. Dat lukt zij maar bijna. Niets. Niets.
Niets. Aan de kant ook. Ja. Als mensen dat niet begrepen, moet je het sabi hebben. Het is te weten aan IMF, het programma van IMF zou je voor uit. Met we nakpanya no nodig. Want ze moeten heel wat doelen halen om die tranche te krijgen. Want in juni, eigenlijk in maart, die soebe beoordeling Anogodoro. We zitten al bijna een jaar, zou nog eens next voor IMF. En dan juni, maar beoordeling moest dus de mouw doen, alles aan heeft kakis. En beoordeling dat boom. Dus we gaan door de stof moeten. Dus we praten ook met IMF als Wisrana. En we hebben laatst een brief geschreven. En we hebben antwoord gehad. Ze onderschatten IMF. Maar wanneer je een regering hebt die ambassadeposten zet, die families benoemt, denk je dat IMF blind is? We hebben toch alles geschreven? Dan mogen ze zeggen dat ja, Nanko Sing heeft geschreven naar IMF. Ik heb geschreven, zodat de regering mag weten. En ik heb ze, met bewijzen heb ik alles voor ze gezegd. Minister Sudi van LVV. Ziekenhuis naam niet. Maar je bent in India met Giersconferentie. Wat hebben wij met Giersconferentie te maken? We kunnen dit eens sopropool exporteren. Je eigen landbouw kan je niet upgraden. Je hele programma die je moet draaien, kan je niet. Dan ga je Giers weeskap. Dat is IMF zit niet, no? Want IMF zit niet dat de hele regering, en ze hebben ook weer mensen hier die ze onderzoeken, dat ze ook niet weten van IMF. Ze weten het niet. Dan gaat IMF komen, I'm OG money. Dat you spend their money, dat ze zijn nodig nodig. Iedereen naar IMF tak takeren in Kiryu vallen, IMF nog takasan dat die. Ik denk, hij heeft ook een keer een afvallig in horen, dat dit moet voor, dat moet voor. Luister, die ABS-kwestie wordt besproken toch? Ik heb het toch een jaar terug gezegd dat we gewoon staande geneukt worden door staatsolie. Maar nu pas ik iedereen wat watger. Want toen mijn wiki. Maar ik kan niet per kennis had het al gezegd. We hebben die onzinnen niet gehad toch? Die dan mijn potentie kan hebben bezig met dat. Oh, nu heb ik de waarheid gezegd. No? We worden gewoon staande geneukt. Benzineprijs. In de wereld Isaka. Sarana, was hij een uniek land hoor, Gerald? Just on next ne Saka. Ja, ik Egwahi. BTW, om mijn man bij Abstok. De man pot gewoon BTW in de tapoe. Dus het volk is drie keer geneukt. Door een aantal van deze handelaren. En je hebt de minister van HI, of Economische Zaken. Die geen moord doet. Sorry, chocolade. Dat wil ik wat zeggen, maar goed. Ik noem maar tak alasan. Je zei toch, geen niets doet voor de consument. Waarom? Familie, vrienden, auto no de, want auto de na mati. Ja toch? Er wordt nu campagne gevoerd. Luister, wat de regering moet doen, wat de president moet doen. Laat die kiesstelsel snel veranderd worden. Misschien de man de bezig oppositie. Make a change snel. En make dan ook kan alleen van Lima Poco leg uit. Walo rommel. Je zei toch, want... De man zet dat kiesstelsel naar die generatie, als je koning naar koningin moest draaien konden. En dat lukt er. En dat lukt. De man om lukt dat de man op die krap de blakke handschoen doet, don't do zijn er. Dus mensen, mij volg de man. De man is jans, maar wel lukt zijn we kon. Ja. Een laatste vraag, meneer Rankusi, want we moeten naar een ander item. Als we zo kijken naar de protestactie van morgen, wat is uw conclusie? Ja, conclusie. Wat ik wil zeggen, ik ga niet naar die protestactie. Want je weet, Gerald, als ik informatie heb en ik weet welke richting we opgaan, ik ben niet deel van die protestactie. Als het een vredig protestactie is, midde. Maar als je gaat protesteren, zeg die moet weg of dat moet weg, eens. Maar wat is jouw alternatief? Dat moet je aan het volk vertellen. Je moet het volk komen vertellen hoe je die koers, niet met je mond, gedocumenteerd moet je mij komen zeggen. Want ik weet dat Wieser en wij een plan hebben. Hoe? Want we hebben ook... Meneer Santoki had ook een plan, hè? Nee, dit is Santoki plan als je je familie en je vrouw en allemaal internationaal gaan nemen. We praten met internationaal. We hebben drie landen waarmee we nu praten. Ze willen inspringen. We hebben genoeg grondstoffen. Maar weet je wat het probleem is? Wanneer die grondstoffen hier, die we hebben, toe-eigend aan familie en vrienden, en ineens dat wil verkopen voor internationaal. Want er zouden toch zoveel investeerders komen? Maar terwijl ik dat keren, ja, ik kan EPR, maar ik heb al hier 3000 hectare. Het is op een stichting of een NV. We willen aandelen erin hebben. Je denkt dat we investeren voor Holland, die geweldige boeren die hier zullen komen,
met al die schurken en boeven bij de minister van Bibes allemaal. Zijn alleen maar boeven en schurken in het land. En wij als natie van Suriname blijven alles accepteren. Dus ik wil vragen aan de mensen die gaan protesteren. Succes! Maar geef de natie Wisaran een optie. Wat is jouw alternatief? Dan ben ik bereid ook te gaan protesteren. Want ik ga ook een crowdfunding, maar meer dat ik de man kies voor die crowdfunding. Mogen we een crowdfunding toe? Hoe we oplossingen wel gaan brengen. Gedocumenteerd en dat gaan presenteren. Begin met te zeggen wie je als de volgende president ziet. Toch? Begin met te zeggen wie de minister van Financiën. Niet wanneer de regering, wanneer de mensen hebben gestemd. Dan krijgen we een zekere Lalito en een Natuto. Toch? Die zegt, al, zien als president. Men denkt dat het land regeren zo makkelijk is. Vanuit een mic of vanuit een Facebook page. En zit te lullen op ergens. Een land draaien niet zo. Je moet heel veel in je ballen hebben hoor. Als bestuur. En heel veel lezen. Is dat beter? En heel veel kijken van. Hey, hebben ze internationaal werk? Meneer Schepo tenminste. Is dat meer internationaal werk? Is dat beter? Meneer Takanga. Met Takanga. Hey, no Spanjong. Het komt nog tijd daarvoor. Ik ga je ze laten interviewen. Je gaat zien. Ze komen volgend jaar. Dan moet ik dat maar Takanga. Waarmee we bezig waren dat 2-3 jaar. Is dat beter? Ook met mensen van Surinamers die in Amerika zijn, in Holland zijn, die een hart hebben. En dan mannen actie money, niet dat je hier een sanazana money of je epuno. Maar dat nou wat epi. Je hebt ze. Niet die schurken en boeven die regering Santok heeft gebracht. En die SLM kapot heeft gemaakt. Er wordt niets erover gesproken. Een directeur is benoemd bij EBS. Zijn paspoort was ingenomen. Hij mag niet vliegen. Alleen maar lulverhalen om deze vallen. Hij heeft toch ook alleen zo'n dialoog gehouden. Bent dat... u uitgenodigd? Ik moet even met mijn secretaris checken hoor, ik weet het niet. Maar ik ga niet op die uitnodiging nooit naar vergaan. Je gaat toch niet op een voorgesprek naar Nationaal. Luister nou, hij moest naar de DNA gaan. Daar moet hij, daar zijn onze volksvertegenwoordigers zo. Maar als die daar ja-knikkers zijn, en ook de natie en al die hun mensen die hebben gestemd, voor de gek hebben gehouden. Laat hij naar, en dan naar Nationaal gaan, C7 naar de bonden gaan. Dan moet ik ook niet schrijven. Alle de mensen gaan naar Suriname. Is je de man risico? De man op een agenda. Dus hier en daar, je nationaal dialoog nog een man. Ze op een record voor voerman. Je gaat ook een man. Ze ook aan een ghetto. Dat is maar voor Flora nog sap. Aan mijn strefie. Nooit aan mijn wakker in Flora. Nooit aan mijn wakker in Rangu. Ze hebben binnen alles in mijn wakker toch. Dus we noemen de makkaan. Je weet nog, we kan maar draaien derde agenda, president. Gebruik je derde agenda. 2025 krijg je dat gepresenteerd. Ja. 2025 krijgt president Santokki dat gepresenteerd. Dat zegt meneer Nankusin hier bij DTV Express. We hebben met hem gesproken over de politieke ontwikkeling in het land. En je weet het, wanneer het om onthullingen gaat, dan moet je bij deze man zijn. Hij lijkt wel best wel op een spion van Rusland. Maar goed, we gaan eruit. Dat was een geintje. We gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Ormskerk, de cameraman. Tot later. Op mijn kist, maar geen kalas. Ik leef, ik ben weinig in de mix. Want dat leven wordt me gekeken. Blijf ik het beseffen, ja, die bars heb ik voor deze. Kan niet zeggen dat ik heb, check mijn shoes, mijn lemmers. De emoties met talent, er raakt de mensen in je hart. De goal is vrijheid, dus om mijn groen, maar ga ik hard. Ik ben niet zoals ze ieder geven toe. Ik ben apart, want als we stappen in de boer, dan mag je weten, het is hard. Ik kon mezelf niet meer verliezen, want dat was ik al een tijdje niet. Mezelf op nummer 1, wat mensen komen, maar ze blijven niet. Mijn schuld, ja, dat is wat ik me afvraag. Maar mensen kwijtraken, ga je hebben als je hard. Gaat. Dus laat dat, wie wil kan je vandaag zijn. Ze zeggen geen haast, maar morgen kan veel te laat zijn. Dus als het kan, doe ik het nu. We rennen continu, fast life, we gaan lachen als we daar zijn. Uit de hoed wil niet zeggen dat je skraak bent. Dat vele blessers pakken wil niet zeggen dat je laat bent. Je bent ook geblest, is waarschijnlijk nog niet de tijd. Dus ga even door de scroll en kijk wie er met je blijft. Ik weet je wil ook lachen in die pens. Mama zet in de oos, wil weer pakken met je fam. Niemand hoeft te betalen, want ze zien dat je er bent. Het is gedekt, ik ga niet eens scam. Op een dag ben ik de man. Het gaat misschien een tijdje duren voordat ik ben waar ik wil zijn. Maar als ik nu al ben kan motiveren, ben ik
Maar voor nu zal ik mijn best doen, de tijd zal bepalen. Ik doe de zanger ormen sinds daar geen zelfs soldaten. Je eigen maat idee steekt, je beef met de enemy is live, dus het moet je niet verbazen. Gesprekken met de vader, vraag me af of hij moet. Ik wil niet op het slechte pad, nee, ik wil leven in die woord. Ik zit met zoveel vragen, maar geen enkel antwoord. God de duivel blijft praten, maar ik geef hem geen gehoor. Die tekens op mijn face zijn een reminder dat ik sterk ben. Ik zie mezelf als all chosen one, ik heb een masterplan. Een beter ik is wat ik morgen wil zijn. Dus vandaag doe ik mijn best, want alles kan, hier is geen Neverland. Visie is zo groot en ik kan niet eens engelen. We komen van de bodem, deze dagen daarom rennen we. Designer is een leuk, maar die jar is op mijn naam. Niets gaat komen als je zit, dus ik kan niet blijven staan. One more time, you get me, fam. Ayer presi dungro, nanga susu enemy. Akunta pa dai dai, ala mangente. Garo mi e beg you bless me, fukashi mi enemy. Come for the play for the love you, de you drive you back a, tadi oi grio. Ayer presi lai nanga maka. Nagado mi e begi pasa chari mi. Garo mi e begi you bless me. Fukashi mi enemy. Shimi mi nai gwade mindi mo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai trotsa inisa mamo. Mi nai trotsa inisa mamo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai trotsa inisa mamo. Mi ne trotsa ini samamo. Alibi fini, umusra punye. Sabanga sumayenya, drink it. Oso do chere yo, oso do poison yo. I know all of the love before we de. I know all of the main anga we. This you musavi, peyo tanapu. Oso jo fuck you up. Usaide we bad man usefe. Usaide we bad man usefe. I know shit is so, yeah. I know waka so, yeah. Who say they way bad mind who say fi? Who say they way bad mind who say fi? I know shit is so, Mi nae gwa de mindi mo. Mi nae gwa de mindi mo. Mi nae trotsa ini samamo. Mi nae trotsa ini samamo, yeah. Mi nae gwa de mindi mo. Mi nae gwa de mindi mo. Yeah, respect. Lo bigala de boosty con yo mau mang de moite, yeah, yeah. Sweet dilly beef yo mang na de make, yeah. Wakalon tute ne go mi changa wango dolo mang. Chai libi moyanga yo, na teke you libi fupa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa, na nyamo feke pikisiba. Inyo sutolio ya muteke fugyanga yu macho waganda. Na fito yu mati moisefi inoiti. Bala wakate neigo michanga wambusi konjo mana. Ya mumeke sanyange, na meke sanyange, na meke sanyange. Malobi human, noiti ya mumeke sanyange, na meke sanyange. I make a sanyange, lobby human. Say de make you see me lion, me see don't so. Go tapuli be fandi day for day, no. They love you once I'm my jacuzumi. They hang on a tina boy CB. That they make him suku one for me. One je figi me. Me fito we moike me osudata, Lord. De young and nature, man, a basasa. Bala wakante, nego mi janga wambusi konjo man. Ya mu meke sanyange,
na meke sanangeng mi no meke sanangeng mi no meke sanangeng mi no meke sanangeng. Big Z made up bango. Roos op mijn kist, mag geen enkel als ik leef. Ik ben weinig in de mix, want dat leef wordt me gekeken. Blijf ik het beseffen, ja die bars heb ik voor deze. Kan niet zeggen dat ik heb, check mijn shoes, mijn lemmers. De emoties met talent, raak de mensen in je hart. De goal is vrijheid, dus om mijn groen, maar ga ik hard. Ik ben niet zoals ze ieder geven toe, ik ben apart. Want als we stappen in de boer, dan mag je weten, het is hard. Ik kon mezelf niet meer verliezen, want dat was ik al een tijdje niet. Mezelf op nummer 1, want mensen komen, maar ze blijven niet. Mijn schuld, ja dat is wat ik me afvraag. Maar mensen kwijtraken, ga je hebben als je hard gaat. Dus laat dat, wie wil kan je vandaag zijn. Ze zeggen geen haast, maar mogen kan veel te laat zijn. Dus als het kan, doe ik het nu. We rennen continu, fast life, we gaan lachen als we daar zijn. Hey, de hoed wil niet zeggen dat je skraat bent. Dat vele beste smakken wil niet zeggen dat je laat bent. Je bent ook geblest, is waarschijnlijk nog niet het tijd. Dus ga even door de scroggel, ik kijk wie er met je blijft. Ik weet je wil ook lachen in die pens. Mama zet in een oezo, de weer pakken met je fam. Niemand hoeft te betalen, want ze zien dat je er bent. Het is gedekt, ik ga niet eens campen. Op een dag ben ik de man. Het gaat misschien een tijdje duren voordat ik ben waar ik wil zijn. Maar als ik nu al ben kan motiveren, ben ik sowieso tevreden, man. Maar voor nu zal ik mijn best doen, de tijd zal bepalen. Ik doe de zanger army sinds dag geen zelfe soldaten. Je eigen maat idee steekt, je beef met de enemy is live. Dus het moet je niet verbazen. Gesprekken met de vader, vraag me af of hij moet. Ik wil niet op een slechte pad, nee ik wil leven in die woord. Ik zit met zoveel vragen, maar geen enkel antwoord. God de duivel blijft praten, maar ik geef hem geen gehoor. Die littekens op mijn face zijn een reminder dat ik sterk ben. Ik zie mezelf als all chosen one, ik heb een masterplan. Een beter ik is wat ik morgen wil zijn. Dus vandaag doe ik mijn best. Want alles kan, hier is geen Everland. Visie zo groot en ik kan niet eens engelen. We komen van de bodem deze dagen, daarom rennen we. Designer is wel leuk, maar ook niet jaar is op mijn naam. Niets gaat komen als je zit, dus ik kan niet blijven staan. One more time, you get me, fam. Ayer presi dungro, nanga susu enemi. Akonta pa dai dai, ala mangente. Garo mi e beg you bless me, fukashi mi enemi. Come for the play for the love you, te you dry you baka, tadi oi grio. Ayer presi lai nanga maka. Nagado mi e begi pasa chari mi. Gado mi e begi yo bless mi. Fukashi mi enemi. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai trotsa ini sama mo. Mi nai trotsa ini sama mo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai gwade mindi mo. Mi nai trotsa ini sama mo. Mine trot sa ini sama mo. Alibi fini, yumus rapunye. Sabang asuma enyam, dringi. Oso do jere yo, oso do poison yo. Ano wala fude lo bifa wide. Ano wala fude me nanga we. Des yumusavi, pe yuta napu. Oso jo fuck up. Usaide we bad mind usefe. Usaide we bad mind usefe. I know shoot is so, yeah. I know I can so, yeah. Say the way but mine is safe. Say the way but mine is safe. I know shoot is so. Me nae go de mindi mo. Me nae go de mindi mo. Me nae trot sa ini sama mo. Me nae trot sa ini sama mo. Yeah. Me nae go de mindi mo. Me nae go de mindi.
respect. No big gala de boosty conjo mau mang de moite. Sweet dilly bit for jo mang na de make. Wakalon to te ne go mi changa wa go do lo man. Chai libi moyanga yo, na teke you libi for pa chaganda. Na lo chai mo feke bagafa, na nyamo feke pikisiba. Inyo sutolio ya muteke fujanga yu macho waganda. Na fito yu mati moise fi inoiti. Bala wakate, neigo michanga wambusi konjo mana. Ya mumeke sanyange, na meke sanyange, na meke sanyange. Malobi yuma.